series af. Wij vonden het echt wel een goede serie eigenlijk. Ik had het niet verwacht. Het is zondagochtend en we zitten weer in de auto. We gaan naar opa en dan gaan we gezellig lunchen. Dus even een stukje rijden, want opa woont toch wel een beetje uit de buurt. En ik heb zo'n honger al. Ik kreeg vanochtend niet heel veel weg, dus ik kan niet wachten tot we opa gaan eten, want nu heb ik dus wel echt die honger. Aangekomen en ik heb natuurlijk bij opa in de kelder mijn cel-opslag, zeg maar, waar ik alle tekeningen, knutselwerkjes of echt bewaarkleertjes of zo heb liggen. Maar Sarah wilde al zelf naar boven, dus we hadden al aangebeld. Opa staat klaar boven en ze weet de weg, maar ik vind het best wel een dingetje. Ze kan het gebouw niet zomaar of makkelijk uit en ze weet het, maar toch. Nou, we zijn nog niet bij opa binnen en Sarah heeft alweer een cadeautje te pakken. En ik denk dat ik weet wat het is. Weet jij het ook, Sarah? Ja, ze kan het wel raden. Hè? Ja, ik kan het ook wel raden. Ja, ik ook. Wat is het dan? Een meeskeesboek. Ja, dat dacht ik ook al. Is toch, vind je meeskeesboeken fijn? Ja, want ik heb er al eentje uit. Ja? Ja. Maar nu ben ik heel eventjes aan een ander boek, want dat had ik heel veel niet weten. Je weet. Van Mees Kees zijn een heleboel boeken, hè? Ja. Ja, we hadden toen de lockdown helemaal begon, hebben we alle boeken van haar naast de boekenkast opgestapeld op de grond. En dan ging ze alle boeken één voor één lezen. En dan de boeken die ze uit heeft, die gaan dan weer in de boekenkast. Maar ze heeft echt veel boeken. Oh, wat leuk. Kijk eens. Mees Kees. De rekenrap. Oh, de rap. Dan kan je rappen en rappen. Beatboxen. Jij kan altijd beatboxen. Heb je opa ook een ketting gekregen? Nee, niet dezelfde. Nou, maar het lijkt er wel op. We zijn weer thuis. En ik ben lekker aan het koken. Ik ga tagliatella met spinazie roomsaus maken. En daar heb ik echt wel trek in. Sarah volgens mij ook. Marco, ook aan jou. Oh, jullie zijn helemaal geslagen. Terwijl je niet boven de pan, maar achter. Maar stoomt dus verder. Ik heb hier trek in. En ik heb mijn ogen bezicht en ik wil niet dat iemand nog ziet. Oh jeetje, minetje. Oh, deze saus is zo lekker. Ik moet alleen nog even wat dikker worden. Lekker. En we gaan weer verder kijken. In de laatste aflevering. Series af. Wij vonden het echt wel een goede serie eigenlijk. Ik had het niet verwacht, maar het was heel erg goed. En ik ga nu een bakje en beker voor Sarah klaarmaken. En dat maakt heel veel herrie. En nu deelt me dat al niet waar. Nou, ik ga even open. Het gaat hier helemaal fout. Maar dat zien jullie niet, dus dat is goed. Nog 3 weken en dan is het vakantie. En dan hoef ik lekker 6 weken niet vroeg op te staan. En bekers en bakjes klaar te maken. En daar heb ik zin in.
Mag krijgt Sarah lekker van Boosjes mee naar school. En brood doen we op morgenochtend. We doen altijd de eerste die beneden is. Die haalt brood uit de vriezer. En dan kan ik het een beetje rond de tijd, net voordat we weggaan, de brood smeren. Maar ik vind dat nooit een goed idee om dat al van tevoren te doen. Dat is gewoon niet lekker als ik het nu eruit haal. Dus die komt het aardig klaar en dit in de koelkast klaar. En ik ga weer netjes op tijd mijn bed in. Het is 11:55, dus kan het net. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!